Nou, dan gaat de huishoudelijke zorg. Zoals jullie zien, ik heb mijn haar weer even bijgekleurd. Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen. En het is vandaag alweer woensdag 9 september en we leven om 9:53 uur. Ik zit er klaar voor. Ik ben al met de rijken uit geweest. Ik moet enkel nog allemaal eten geven. En ik moet ook de medicijnen nog. Ja, en dat is een hele tour om dat haar te geven. Maar we komen er wel uit. Ik zal mezelf moeten beschermen. Want je mag graag houden. Want ze vinden het niet prettig om een pilletje te krijgen. En toch, zo groot zijn ze niet. Nee, het zijn mijn kleintjes hoor. Hele kleintjes. Ja, ze zijn roze kleur. Dus ja, maar we gaan eerst even een hapje eten. En dan zien we alweer. En wie er komt, Joost mag het weten. Ik weet geen naam, ik weet niks. Ik werd vanochtend wakker gebeld om 9 uur. Met die en die. Van dat en dat. Van T-zorg. En ik heb om 10 uur die. Heb ik wel iemand voor u? Ik zeg om 10 uur al. Ik zeg oh, dan mag ik wel uit. Hoezo? Ligt er nog op bed? Ik zeg ja. Mag dat dan niet? Ja, dat moet u zelf weten. Ik zeg ja. Ik zeg dat weet ik ook wel. Ik zeg maar het komt er zo op neer dat ik al uit had moeten schrijven nu. Ik zeg maar zo is het niet. Maar oké, er komt dus zo iemand. Ik ga nou voor de dieren benden, zorgen voor de beestenboeren. En dan merken we het wel. Ja, wie er zo meteen binnenstapt. Ja toch? Ik wens jullie in ieder geval een welkom bij een nieuwe vlog van Corrie en de Beestenboel. En ja, geniet van je dag. Het is hier grijs, grauw en triest, maar niet koud. Nee, ik zit me uit de naden. Maar oké, de een wil naar binnen. En dat is Kandolf, want die wil ook nog eten. Dus die gaan we even binnen laten. Ga even weg, Eowyn. Hij zal aan het eten voor ze gaan beginnen. Hé, Kandolfje. Kom maar. Komt u maar. Ja, komt u maar. Kom dan. Ja, nou heb ik je. Hup. We gaan niet zitten te zemelen. Nou, er komt een vreemde auto op parkeerterrein oprijden met een vreemde vrouw erin. Dus dat zal zo haast wel wezen, denk ik. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Nou, dan gaat de huishoudelijke zorg. Ze heeft een hele leuke, gave auto. Een Jeep, dat is hun vakantieauto. Ja, kom erbij, zou ik zeggen. Dat de man die had een normale auto mee en ik zei de vakantieauto. Nou geweldig toch? Maak eens van die camera af. Ja, een hele leuke vrouw, van Duitse komst af, maar heel goed Nederlands sprekend. Ja, ja, je bent ook een lieverd. Ja. Geweldig. Nou, dan gaat ze. Oh, het is ook vies weer. Het regent. Ze zwaait nog. Nou, daar gaat ze. Geweldig. Ik vind het een grappig ding. Ah. Ja, geweldig. En wat moet jij, jonge dame? Ben je ook geweldig? Ja? En het is zo bafies weer. Ja. Nou, je ziet er nog steeds rijden. Aan het einde van de straat staat ze stil. Ja, ze zal linksaf moeten. Ja, daar gaat ze. Hup.
Dus ja, daar hebben we Eeuw in. Die heeft het dus aan een versnelde schildklier. Ik zal dat nog even opruimen. Zo. Hé, ja. Zij moet nog een leven lang aan medicatie. En hoe heet die medicatie? Dat weet ik niet eens. Ik zie dat niet eens. Waar ben je, Eeuw, in? Jeetje. Ja, schildkliermedicatie. Schildkliermedicatie. Zo heet het. Ja. Nou. Hé? Ja, je hebt er al een gehad en er vanavond weer een. Ja. Ja. Kan er ook niks aan doen. Ja, je kost een hoop geld. Ja. Moet op een houtje gaan bijten. Wat een dikkie. Ja. Oh ja. Nou, ik zal hem zo weer op de grond zetten. Ja. Wat een dikkie. Dan moet ik het nog losmaken. Even losmaken. Het is los. Nou, dan kom je maar op de grond. Voilà. Dat dacht ik. Maar oké, lieve vrienden, ja, ik sluit weer af, want ik ben aan het werk op de computer met de filmpjes weer in mappen te doen, et cetera. Dus ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Ook moet ik nog boodschappen doen vandaag. Ja, ik hoop dat het ook wel weer een keertje droog gaat worden, maar dat zien we en merken dan wel weer. Dus zeggen, lieve vrienden, tot later! Ja, lieve vrienden, het is hier niet lekker weer. Je zou denken, het regent niet, maar het is van die hele fijne, mieze regen. Ja, je wordt nat en toch weer wel, ja. De huishoudelijke hulp die hebben jullie weg zien rijden, dat weten jullie. Nou, daarna ben ik nog even verder geweest op de computer. Ik heb nog geen vlog in elkaar gezet. Nee, nog niet gedaan, maar de dag is nog lang. Maar ik heb wel boodschappen gedaan. Ik heb Rijka uitgelaten. Daar ben ik net weer van terug. Dan ga ik de boodschappen opruimen. Ik doe een bakje koffie en ik doe een broodje. Ewen heeft eten. Kandalf heeft eten. Rijka en ik moeten nog eten. Maar Rijka heeft ook de droge brokken. Dus die kan eten. Het is enkel het haar nat voor. Of de vlees, dat moet ze nog hebben. En daarna ga ik eventjes... horizontaal, binnendagelijk draaien, niet goed. Dus ja, dan ga ik lekker even horizontaal en als ik eruit kom, denk ik, als ik dat daaraan denk, mijn haar doen. Dat moet nodig weer gedaan worden, ook heb ik weer, ja, moet ik even zoeken, dat is brood, dat is ook brood. Hoe heet het nou, ik heb hem al. Moes mee. Enkel niet de normale die ik altijd heb, maar deze is ook goed. Ja. Dus een nieuwe bus haarlakket mee. Die kan allemaal mee naar boven. De bus haarlak kan mee naar boven. Ja, en dan ga ik de boodschap even opruimen. Oh ja, ik heb wel wat andere vlees voor de. Dat kunnen ze wel krijgen. Dat andere was nog niet ontdooid. Geef ik er dit. Kip en kalkoen. Hé? Normaal, dit krijgt ze af en toe tussendoor, maar ze krijgt gezonder vlees, dat weten jullie. Ik heb voor Eeuwen nou ook wat anders gekocht. Nog een brood. Nog een brood. En nog een brood. En... zal ik ook eerst even uithalen.
2 stuks kant-en-klare maaltijden. Per stuk 99 cent. Nou, voor 99 cent kun je niet aan eten. Nee! Moet je het zelf klaarmaken. Ik heb een inductiekookplaat, dus het kost stroom of hoe je het ook allemaal mag noemen. En nou is het, ik moet nog even lezen hoe ik het moet klaarmaken. Want dat weet ik nog niet. Oh, 8 minuten. Waarin? In een magnetron? Ja, magnetron. Laat de folie op het bord. Laat de folie op het bord. En prik er enkele gaatjes in. Verwarm gedurende 8 minuten op 800. Auw! Dan doet maar. En de oven. Overken ook. Dat duurt nog langer. Nou, dan neem je toch de magnetron. Ja, dat is maar met een paar minuten te klaar, jongens. Nou, wat wil je nog meer? Hé? Nou, dat eentje laat ik eruit. En de ander gaat in de vriezer. Ja, en ik heb voor eeuwen. Ja, wat een duur poederbeestje. Ik moet het er wel voor over hebben. Kipfilet gehaald. Dus, we gaan er ook straks mee aan de gang. En de rest weer in de vriezer. Ja, gewoon één homp koken. En dan de rest in de vriezer. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Nou ja, en dan leggen we nog 2 zakken kip erin. En dan nog 2 vleesjes. Van dit dan, om te bakken. 2 flesjes sangria en 1 flesje corona. Ja, lekker. Ik denk, moet wel wat genoeg in huis hebben voordat ze straks weg zijn. Dus ja. Dus ja, ik ga even opruimen als jullie het niet erg vinden. En dan vinden jullie het wel erg, had ik het ook gedaan. Ja, of het dan met jullie is of zonder jullie, maar ik. Bij moe, je wilt niet weten. Ik heb ook nog 2 zakken kattengrit gelijk weer meegenomen. Moet ook naar boven, maar dat zie ik me nou niet doen. Nee, want als ik zo moe ben en zo draaier ben als ik nu ben, nee. Laat maar, ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later deze dag. Wanneer ik mijn tukkie heb gedaan. En tot dan. Doei! Ja, ik ben eerder terug dan ik zo verwacht had, want ik heb nog niet op bed gelegen. Nee, maar ik kreeg een leuk pakketje. Ja, die gaan we even openen. Even zien hoe dat weer moet. Dat zit weer zo voor jou al vast. Maar niet heus. We pakken de schaar erbij. Had ik klaar gelegen. Zo, nog een stukje. Ja, daar komen we. Zo, dan maar. En er zit er een leuk doosje in met deze afbeelding. Het glimt nogal. En dat komt er al uitgeglijden. Nou, er werd gezegd twee stuks met de prijs van 1. Nou, ik heb er 1. En waar blijft nummer 2, denk ik dan? Het spoelt dit ene en er gaat een heli. Ja, wat is dit? Denk ik dan zelf ook, want ik weet het ook allemaal nog niet. Nee, ik weet niet dat jullie erop komen te staan. Ja, maar hoe, wat, ik weet het echt nog niet. Het is een ik weet ook niet hoe je het uitspreken moet. Want ik ken geen Engels. Dat is schuimrubber. Dat is een kartonnetje. Dat is een snoertje. En dat is het boekje. Nou, ik heb er maar 1 gekregen. Dat was de prijs. Ik zou er 2 krijgen. Dus ja, wat nummer 2 is, Joost van het weer. Oh, wat ruttel. Oh. Oké.
Nou, een doosje aan de kant. We hebben een heel leuk boekje. Gaan we kijken of dat op Nederland zit. Leuk, hè? Nou ja. Dit moet je dus door de plaatjes te kunnen zien. Ook maar kunnen begrijpen. Ja. Ik weet het echt nog allemaal niet. Ja. Oeh. Waarom draait dat ding? Waarom draait dat ding? Hij moet toch... Ah ja, natuurlijk, dat moet je doorhebben. Moet je hem vasthouden. Ja. En dan zit hier een knopjesboel ergens. Weet ik veel wat. Oh, dat kan je hem aandoen. Sowieso, kan je hem aandoen. Ja, dit is nog een... Moet je wel leren. Kijk. Ook nog als statief. Ja. Hij schijnt ook stabieler te leggen in de hand. Ik weet het echt nog niet hoor jongens. Echt niet. Is dus om mee te nemen als ik weg ga. Ja. Maar moet er ook nog ergens een batterij in? Ik vind dat ook maar een vreemd gaatje. Want er moet meer in zitten. Want er zitten ook nog. Maar die voor iets weet ik ook niet. Moet ik op kunnen laden. Waar je dat doet, weet ik ook niet. Want ik zie. Aha, aha. Oh, daar moet hij opgeladen worden. Daar. Daar zie ik het dingetje al. Maar ja, waar is dit voor? Ik nog niet. Aha. Auw. Daar moet je telefoon tussen. Ja? Hoe doen we dat? Ik ga mijn andere mobiel even pakken. Proberen we het daar even mee. Moment. Mag ik even door? Dank je. Zo. Even in je hoesje. Zo. Maar ja, zo kan die er nooit tussen. Dat gaat het hem niet worden. Dat kan nooit niet een keer. Dus we moeten zo. Ja, ga dicht. Dat vraag ik niet om. Hij schommelt heen en weer. Oh, dat is wel eng hoor. Hij moet dan toch ook stabieler wezen, dat hij zo blijft hangen. Ja, dat denk ik dan, hè. Ik vind het wel eng hoor, moet ik eerlijk wezen. Maar hij moet ook kunnen staan volgens de geleerden. Dus waar zit dat? Want ik zie hem toch werkelijk staan, volgens mij. Nee, het is dat pootje denk ik ook die dat ken. Ik weet het allemaal nog niet, ik weet het nog niet. Ik kan nog niet weten. Oeh!
Nou, ik weet het echt nog niet hoor. Maar ja, ik kom er wel achter hoor, daar niet van. Maar ik snap dit ook nog niet, het handvat. Maar ja, ik zou er 2 krijgen in plaats van 1. Dat is nu of nooit. 2 voor de prijs van 1. Het is net alsof je kan staan hoor, echt. Ik zie ook hele kleine pootjes. Zijn toch pootjes? Ja, dan moet ik al achtergekomen. Oh, wat moet daarin? Er moet ook nog wat in. Die kunnen ook van elkaar af. Maar hoe je die van elkaar af kan, dat is mij ook nog een raadsel. Er moet een batterijtje in. Denk ik, ja. Dan moet je wel weten hoe die los moet. Maar kan hij in ieder geval los? Dat weten we. Dat is een gleufje om daarin te kunnen. Dat zie ik ook. Nou moet hij nog open kunnen. En hoe doen we dat? Het is allemaal zo priegelig klein, hè? Geen opening, maar hij moet open kunnen, omdat zie ik dat plaatje weer. Er moet zo'n ronde platte batterij in. Wat zit hier dan? Ik zie dat het glimmen. Ja. Nou. Misschien zit er ook wel één in, want ik zie wat glimmen. We gaan op onderzoek uit. Kan dat ook nog los? Zo zie ik niet, dat zit vast sowieso. Daar zit ook een schakelaartje. Waar dat voor is, weet ik ook niet. Die schakelaar, wacht even. Aha! Dan zet ik hem vast. Top! Kom ik nou achter. Nou staat hij dus vast. Nou draait hij niet meer. Aha! Nou, dan moet ik hem nu even los doen. Dan zet ik hem zo vast. En daar voel ik ook nog een klikgeval. Oh, dus omdat het geluid harder is, of weet ik van wat te doen. En hoe zit hij nog even? Ah, hij brandt. Ik doe niks, man. Ik moet wel weer even aan de uit. Ah, dan moet hij wel uit willen. Ik heb niks. Oh, wat een zenuwig gedoe. Het brandt. Nou niet meer. Daar denk ik vandaan. Zo. Dan gaat hij weer. Nee.
Waarom gaat hij nou branden? Ik snap dit niet, want dan doet, nou is die aan. En ik snap er even niks van, hè, waarom die dat doet. Hij moet toch uit willen weer, dat lampje. Hallo? Dat blijft nou inderdaad stabiel. Hoe kom ik wentel of keer? Maar waarom gaat hij niet uit als ik zeg dat hij uit moet? Ja? Het lijkt wel een robot, joh. Lijkt echt nou een robotje, maar ik bedoel, hij moet toch uit willen dan? En ik heb twee knoppen. Dat is die. En dat is die, ik heb er eigenlijk drie. Die. En dan onderaan. Zit ook. Nee, hier. Er zit ook een knopje. Ik weet niet of jullie... Ja, hier. Maar hij gaat nergens mee uit. Ingedrukt houden. Mooi, weten we dat ook weer. Maar ja. Dan heb ik dit nog. Waar is dat voor? Dat weet ik ook niet. Nee, ik wil het niet weten. Leuk! Ja, maar ik had gehoopt dat hij op een statief kon. En dat zie ik 1, 2, 3 niet zitten. Dat zien we 1, 2, 3 niet zitten. Zie je? En ik zie hier weer een statief onder, hè? Dus hij moet op een of andere manier... Moet hij... Handvat willen. Op een of andere gekke, achtelijke manier. Ik weet ook nog niet hoe, wat, waar, wie. Want ik zie hier weer pootjes eronder. En dan staat hij gewoon. Zo is hij hartstikke lang, ja. Ja, hij heeft pootjes, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Oh, wacht even. Wacht eens even. Maar. Voilà! Zie je nog een blauw lichtje? Nou, kijk er eens gewoon dan! Ja, maar dan moet dat ook nog gekanteld willen worden. Zo. En dan moet dat recht willen, hè? Ja! Nou is die. Zo, nou is die stabiel. Nou moet die nog verder achterover kunnen. Dacht ik, hoop ik. Zo. Nou.
Voilà. Ik had wat diep voor is. Echt, dat weet ik niet. Die weet ik niet. Dit weet ik niet. Maar oké. Ja, dan heb ik er nog maar één, hè. Maar oké, ik ben er blij mee. Jullie gaan erop. Ja. Toppie. Klasse. Royaal. Koffie. Oeh. Nou, en dan straks als ik naar bed toe ga, dan gaat die aan de lader. Ja, dan gaat die aan de lader. Toppie, ik ben er super blij mee. Misschien kijk ik wel niet blij, Jolanka, maar ik ben ook doodmoe, hè. Ja, maar komt goed, Jolanka. Ik ben wel blij, hoor. Ja. Ja. En mijn haar zit natuurlijk ook voor geen meter, maar dat boeit me ook lekker niet. Nee. Jij zegt toch wel weer, het zit goed. Ja, zijn er zoveel. Meri die zegt dat ik ook mooi haar heb en dat altijd goed zit. Nou, hallo. Nee. Oké, okay, oh, dat moet er ook nog in, dat rubber. Ja, en ik moet er nog een foto van maken, ook dat nog. Kom dan. Wil je weer niet open? Ik kon niet zeggen. Wat verdikje. Nou, ik vind het aan één kant raar dat ik er maar één heb. Misschien moet de tweede nog komen, ik weet het niet. Maar oké, okay. Even zien hoe lang dat snoertje is. Meestal is het allemaal zo ontzettend klein. Ja, deze nog. Nou, zit ook niet het. Ik kijk even of die erin past. Die snellader. Even koekeloeren hier en koekeloeren daar. Hij moet er van onderen erin. Pasje. Nee, die past niet. Ja, is dat jammer? En als die dan daarin past, dat past wel, dan kan ik hem toch verlengen. Stekker zit er wel, hè? Dan kan ik wel niet. Of je ergens ook kan zien. Kijk, hij. Ik zie bij hem dat knopje daar ook, zie ik ook wat flikkeren, een blauw lichtje. Nou uit? Ja. Ook langer indrukken. Ook langer ingedrukt houden. We gaan even kijken hoe ik deze op moet gaan laden. Moet er opgeladen worden? Ja. Maar hoe doen we dat? Ik moet een oplaadpunt zien te versieren. Dat gaat het ook niet worden. Nou, dan moet ik hem op mijn computer denk ik. Wacht even. Dit snor. Nou gooi ik hier. Dan gooi ik die andere al hier al. Ja. Zo. Ik ben niet voor één gat gevangen hoor. Even kijken welke er al past. Nee. Die andere hebben. Nee, ook niet. Waar heb ik dat snoer dan? Ik had een snoer die kon. Oh jee, waar is die gebleven?
Waar is die gebleven? Ik weet het even niet waar die gebleven is. Wat een dikkie! Nou, die moet ik dus opzoeken, want ik heb nog een snoer. Wacht even. Nee, dat zal het ook niet worden. Nee. Wacht even. Past deze er niet in? Los. Nee, ook niet. Dan is dat ding alweer aan te flikkeren. Wat een rodding. Hop. Hop. Eroverheen. Nou, die weer langs. Goed zo. Maar ja, ik denk je moet een lichtje hebben. Zo, even breed en even dik. Maar dat is niet, dat is anders dan deze. Ik baal hiervan enorm. Ja, echt, ik baal er enorm van. Waarom sturen ze niet een langere kabel mee met een stekker erbij aan? Ja, een stekker, is dat zo moeilijk? En een langere kabel? Ja. Balen. Nee, dat gaat ook niet. Dat gaat wel. Ik zet hem daaronder neer even. Ja toch, kan die later kijken wat hij doen gaat. Als dat allemaal maar wil. Als dat allemaal maar wil. Ja. Nee, dat wil niet. Dat is te gammel. Potverdikkie. Potverdikkie. Ja. Ja. Nou, dan gaan we weer opruimen heen. Ja. Ja. Nou ja, lieve vrienden, dat was het. Ik ga naar mijn bed. Wel terugstoor. En tot strakjes. Ja, doei. Ja, lieve vrienden. Ja, ik zit een beetje lang te laag. Want daar steekt in die nieuwe geval. In dat nieuwe ding. In die, ja, hoe heet dat ding? Weet ik wel hoe dat ding heet. En gimbal. Gimbal. Ja, weet ik hoe het uitspreken moet. En stabilizer. Die moet stabiel wezen. Ook wanneer ik hem ter hand neem. Maar dan moet hij daarom weer loszitten, denk ik. Maar ja, zoals jullie zien. Ik heb mijn haar... weer even bijgekleurd. Vreutje kik het wassen. Dus ja, maar nou branden er allemaal liggies. En wat het eigenlijk doet, weet ik niet. Nee, ik kan niet weten waarom, hoe en wat. Maar dat komt allemaal wel ter zijner tijd goed. Want ik denk dat ik die gewoon weer uit kan doen. Knipper, knipper. Ja, nou is die uit. Maar ik had er nog eentje aan gedaan. Dat is die. En die is ook nou weer uit. Zo. Ja toch? Helemaal makkelijk, simpel, zat. En dat komt allemaal wel goud. Oké, ik ga de computer ook weer aandoen. En ik ga bloemkool schoonmaken. En ik ga een stukje kip voor Ewin koken. Rijka die is daar bezig. Op de bank. Lekker aan het hangen ze.
Dus ja, die is dat de boel een beetje aan het vernieuwen. Wat mag, ja. Hé, meisje? Ja, ik ga de boek al uit de dingen halen. Oh, die maken mij. Ik had vanochtend geen maagtablet ingenomen, omdat ik hartje repje moest, omdat ik wakker werd gebeld, omdat de huishoudelijke zorg om 10 uur al voor mijn deur stond. Dus ja, geen tijd om mijn maagtablet in te nemen. Je moet een half uur van tevoren, voordat ik mijn bed uitrol, inhalen. Nooit gedaan, helemaal vergeten. Dus nou speelt mijn maag op. Niet leuk dus, hè? Nee. En een bloemkooltje. Nou, die eet ik lekker op. Ja, ik eet er geen aardappels bij of wat dan ook. Ja, een stukje vlees. Ga ik ook bakken. Maar ik ga eerst deze even koken. Ja, en dan zien we het alweer. Dus het wordt een bloemkooltje met een stukje vlees. Ja, toch? En voor eeuwig ga ik een stukje kip koken. Gewoon in water, zonder zout, niks erop. Gewoon zo. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze verder en we spreken elkaar weer. Tot dan!